We hebben een primeurtje met een kleurtje. Vertel eens even. Ja, het is niet oranje. Het zal wel zwart worden, denk ik. Maar ik heb een primeur voor jullie. En dat is een nieuwe raasje namelijk. De Tattoo Raasje. Er zijn 5 fans. En die gaan allemaal een tatoeage van Roy Raymonds laten zetten. Eentje gaat op de bil, eentje gaat op de arm, eentje gaat hier. En waar die andere 2 gaan zetten, weet ik nog niet. Maar er loopt er al eentje rond, die heeft hem hier op de enkel. Dus dat vind ik echt helemaal waanzinnig. Ja, ik had eerst zo van, dat moet ik tegenhouden wel. Maar ja, ik heb het een paar keer gezegd van, doe het nou niet. Straks stop ik met zingen en wat dan? Nou, ze zeiden van, ja, je ligt diep in ons hart. We vinden je leuk. En we halen kracht uit jou en daarom willen we een tatoeage. Dus ja, nou heb ik gezegd, oké, dan doen we een tattoo-dag. Ja. Dus we gaan ze ophalen met de Roy Raymonds bus en dan gaan we een tatoeage laten zetten. Dus ja, kijk, op een gegeven moment kan je toch niet tegen. Want als iemand natuurlijk naar de tattoo-shop gaat en hem laat zetten, zoals die andere fan dan heeft gedaan, ja, dan hou je die niet tegen. Ja. Toen dacht ik van, nou ja, laten we dan een gezellige dag ervan maken, happy eten en een tatoeage laten zetten. Ja, ik had er eerst moeite mee. Dacht ik, nou, dat wil ik helemaal niet, weet je wel. Ik ben maar gewoon Roy, een normale jongen. En nu doet het me toch eigenlijk wel wat. Ik denk van ja, als mensen dat toch willen vereeuwigen. En niet eentje, maar gewoon 5. Nou, dat vind ik echt gewoon helemaal bijzonder. Dus, en ik zie trouwens die mevrouw die tatoeage heeft. Die zie ik nu staan. Haal erbij, haal erbij. Kom er eens even bij. Ja, dat is toch bijzonder. Waarom doe je dat? Ja, dat is mijn beste maatje. Een vriendje voor het leven. Ja? Ja, maar mocht dat ooit fout gaan en de vriendschap worden verbroken, heb ik altijd nog een dierbare herinnering aan hem. Ik ben ervan geschrokken, moet ik zeggen. Want zij had het dus buiten mijn weten om wat ze dat gedaan. En... ja, nu ben ik er inmiddels aan gewend, maar ik vind het, ja, vind het bijzonder dat iemand dat zo doet. En dat er dan nog 5 gaan volgen, dat is helemaal bizar natuurlijk. En dat wordt een leuke dag. Dat wordt zeker een leuke dag. Dus de nieuwe raasje, je kan je nog opgeven. We gaan op naar de 100. Waar moeten ze naartoe? Nou, ze kunnen gewoon even naar info@royraymonds.nl of gewoon naar de website. Via TV Oranje kom je er altijd.